Zo, ik zit hier met Skype met Farid Rostami. Hij woont in Bali in Indonesië. En wij gaan aanstaande donderdag op Digital Transformation gaan wij praten over Bitcoin. En waarom gaan wij praten over Bitcoin, terwijl jij daar gewoon in Bali zit? Wat is er met Bitcoin en Bali? Hallo. Bali is, staat bekend voor zijn stranden en... En badgasten, in je Australische badgasten. En gek genoeg, we hebben hier in Bali best een actieve expat community. We hebben heel veel ondernemers die gewoon naar Bali komen om hier aan een start-up te werken. En binnen onze community hebben we een hele actieve Bitcoin-aanhang. Je kunt tegenwoordig overal met Bitcoin betalen. Eigenlijk, echt waar? In Bali gewoon, kun je betalen met Bitcoin? Zeker, je kunt in heel veel restaurants gewoon met Bitcoin afrekenen. We hebben ook Bitcoin geldautomaten. We hebben regelmatig Bitcoin bijeenkomsten. Eigenlijk, we hebben sowieso elke vrijdag een soort congres waar mensen bij elkaar komen en dan gaan ze over nieuwste ontwikkelingen van Bitcoin praten. We gaan we aanstaande donderdag over praten. En ook, je hebt een fantastische infographics gemaakt over Bitcoin. En we gaan ook even praten over de State of Bitcoin van 2016 en wat we eigenlijk voor dit jaar kunnen verwachten. Hoe denk jij dat het, je hebt alle grafieken, alle transactieaantallen van PayPal vergeleken met Bitcoin. Was erg interessant dat Bitcoin bijna net zoveel transacties doet als PayPal met een gering aantal subscribers vergeleken met PayPal. Dus het zag er echt heel interessant uit. Wat denk jij, wordt het een goed Bitcoin jaar 2016? Nou, alles wijst erop dat dit 2016 wordt het grootste Bitcoin-jaar tot nu toe. Het trend wat je zo op dit moment ziet, is dat heel veel investeerders instappen. Mm-hmm. Er wordt gigantisch veel gespendeerd en diensten rondom Bitcoin. Er worden nieuwe diensten ontwikkeld, huidige diensten verbeterd. Eigenlijk okay, gaan we ook over praten. Ook al is niet te veel zeggen, wordt een mooi jaar. Hey, en dan jij nog even. Jij hebt bij Microsoft gewerkt. En hoe kom je nou? Je hebt altijd in ICT gezeten in Nederland. Hoe kom je nou daar in Bali terecht? Rectificatie. Ik heb niet bij Microsoft gewerkt, maar ik heb voor Microsoft gewerkt. Zij huurden me regelmatig in. Ik ben een IT'er van hart en ziel. Maar op een gegeven moment dacht ik van, nou, ik wil even weg van de computers, even rond de wereld. Na 2 jaar reizen kriebelde het een beetje. Dus heb ik besloten om hier Bali te blijven en hier soort als, gewoon bloggen. Ja, ik zie allemaal artikelen komen van jou in Affirmatie en allemaal plekken. Je bent hartstikke actief als digital nomad in Nederland vanuit Bali. Dus er is goed te leven vanuit Bali naar Nederland toe. Om daar nog een goede positie en ook op een gegeven moment geld te verdienen. Ja, ik hoop dat als ik ooit naar Nederland terugkom, dat ik daarmee, dat het wel makkelijker gaat een baan vinden. Donderdag om 3 uur praten we verder in Digital Transformation op newbusinessradio.nl. Dan zie ik je daar. Tot ziens.